Hallo allemaal, het is vandaag donderdag 31 augustus 2023. Eind augustus, dat betekent dat dit de laatste dag is dat er mest uitgereden mag worden. En we zien hier loonbedrijf Korenberg en die komt om de mest uit te rijden. Een week geleden is die ook geweest, heeft hij de kelders al bijna leeg gereden. Maar vandaag nog even alle kelders goed nazuigen en het laatste op het land rijden. En ik was er vanmorgen al om 6:30, mooi bij tijd. Ik was al aan het melken en nu is het 7:30. Ik ben inmiddels klaar met melken en ik ben nog even naar het land gereden om het uitrijden van de mest te filmen. Er wordt eigenlijk maar een dun laagje mest uitgereden om de mest zo wat over het land te verdelen. De laatste mest. En hier op deze percelen rijden we niet helemaal naar achter waar het zoveel natter is. Daar hebben we in de nazomer, het najaar, geen belang meer dat daar een hele dikke laag gras komt. Dan doen we het hier liever op de hoge koppen, want dan kan ik het gras altijd makkelijker afkrijgen. Het is dus de laatste dag dat de mest uitgereden mag worden, dit jaar op grasland. Deze week zagen we de boeren en de loonwerkers al heel druk met het uitrijden van die laatste mest. En dat is nu straks voorbij. Dan mag het pas weer vanaf 16 februari. Nou, de laatste mest zit erop. Loonbedrijf Korenberg gaat door naar de volgende boer. En we bedanken Loonbedrijf Korenberg weer voor het mest uitrijden het hele seizoen. En ik ga er ook achteraan en ik ga richting de boerderij en daar loop ik het land in. Ik heb ondertussen de koeien losgelaten. Die gaan ook de wei in. En zelf wil ik nog even in het land een draad verzetten, dus ik was ervoor uitgelopen. En kijk, daar komt de hele stoet aan om weer een hele dag te gaan weiden. Maar ik heb ze ook nog steeds 's nachts buiten. En zolang de koeien buiten lopen, brengen ze de mest zelf naar het land. Hoef ik die in de winterperiode niet op te slaan. En geen kosten voor het uitrijden. Kijk, hier deze roodbonte koeien en deze die we hier zien, daar had ik afgelopen zaterdag een hele mooie foto van, terwijl er een prachtige regenboog was. Kijk maar eens. En als ik dit zo zie, dan denk ik aan het lied Een boog in de wolken als teken van trouw. Zoek dat maar eens op YouTube.